Gedaan met werken en recht naar huis? No way. Zeker niet als de zon schijnt en je de kans hebt om samen met de collega's op het water te gaan. Want we gaan vandaag een boottocht maken. We vertrekken hier in Vilvoorde en straks komen we aan in Brussel. We zijn weg. Zo'n terrasje dat, terwijl je geniet van een hapje en een drankje, van Vilvoorde dwars door Brussel vaart, toont je een erg verrassende kant van de hoofdstad. De VZW-kanaaltocht Brabant organiseert tot 21 september elke donderdagavond zo'n boottocht. En dat concept valt duidelijk in de smaak. Het is ook een heel mooie belevenis. Ik vind het eigenlijk wel eens heel leuk en een heel tof het zicht dat je hier hebt. Dat is, je krijgt dat niet elke dag echt te zien. Zo op het water, dat is wel heel aangenaam. En, je zit hier met je collega's en goed weer op het water, dat is altijd tof. Hè? Hoe kan je beter na het werk gewoon ontspannen dan op een boot? Met de golven, met een drankje erbij, met toffe mensen rondom jou, lekker babbelen, Brussel vanuit een andere kant bekijken. Dat is gewoon super. Ik ken de omgeving wel een beetje, omdat ik zelf in Brussel woon, dus het is tof om het nu eens langs de andere kant te zien. Je kan ook twee leuke activiteiten combineren door je fiets mee te nemen aan boord en van op de aanlegplaats een tochtje te maken of terug te fietsen naar de plaats waar je aan boord bent gegaan. En dat kan je niet alleen op donderdagavond doen, maar bij alle boottochten ook overdag. Zo kan je ook op vrijdagochtend bijvoorbeeld van Anderlecht tot Halle varen en de fiets meenemen en dan terugfietsen. Ook een belangrijk puntje toch, dit jaar mogen de fietsen gratis mee. Dus dat is wel leuk om eventjes te vermelden. Behalve de avondtochten van Vilvoorde naar Brussel zijn er ook nog Sunday Cruises, waarbij je ofwel door de Groene Gordel naar Capelle op den Bosch vaart of vanuit Brussel naar Drogenbos. Bijvoorbeeld de Sunday Cruises hebben we een tocht die in Brussel start, dan verder tot Vilvoorde gaat. Daar kan men opnieuw opstappen en dan gaat het naar echte Groene Gordel, langs Capelle van op den Bosch, langs Semst, langs Grimbergen en dergelijke meer. Een half uur zalig toeven op het water, maar het kan natuurlijk ook korter. Het is absoluut voor herhaling vatbaar. En als je zelf, dank u kapitein, als je zelf ook eens wil meevaren met de kanaaltocht Brabant, hou dan vanaf eind juni vooral onze website in de gaten, want we hebben het een en ander in petto deze zomer. Succes!